Maarten Bosmans, je hebt net de première van Zo Mooi Zo Blond achter de rug. Hoe was het? Geweldig, fijn hè. Een feest zoals het zou moeten zijn. Onze Vlaamse klassiekers uit de jaren 70 in een musical. Eerste keer musical ook trouwens voor mij. Heel fijn. Ja, hoe was dat nu de eerste keer musical? Want had jij eigenlijk al vaak gezongen op een podium? Nee. Nee. Want ik ben mij er ook van bewust dat ik een veel minder goede zanger ben dan al mijn collega's. Maar mijn personage, die kan dat verdragen. Die kan dat verdragen, dat het iets minder is dan de rest. Zeg, je hebt heel de voorstelling in een rolstoel afgelegd, of bijna heel de voorstelling. Viel dat mee? Ja, dat viel nu wel. In het begin bij de repetitie had het toch zoiets van, oh, dat is een beperking en dit en dat. Maar ik heb er nu totale vrede mee. Zo, er zijn ook mensen die, gezien ik momenteel wat medisch in de labmand ligt, in de foyer komen die dan zeggen, ah, je hebt echt iets aan je voet. En dan denk ik, oké, dan is het in orde. Goed gespeeld, Maarten. Goed gespeeld. Ja. Dat zitten was nog geen moeite eigenlijk. Dus binnenkort in de dag allemaal de primeur, hij heeft niks aan zijn voeten, was het maar waar, zegt. Ja, nee, het was maar waar, maar het komt goed, Ik ben aan het revalideren, terug stilletjes ontstappen, dus we zijn nu echt in de goede richting ontgaan. Heb je in de aanloop van dit stuk eigenlijk ooit gedacht van, ja, ik ga het niet doen? Niet gedacht van ik ga het niet doen, maar gevreesd dat ik het niet zou kunnen doen. En dat is iets anders. Maar ik zeg het, ik ben heel dankbaar dat ze mij niet letterlijk aan de kant hebben geschoven. Ik zit in een rolstoel. Manu heeft altijd gezegd, je zult het doen. Ook al rollen we nu op, voilà, het is gebeurd. Heeft woord gehouden, hè? Absoluut. Meer dan. Zeg, en hoe tevreden ben jij nu dat je dit toch hebt kunnen doen? Ja. Dat is een cadeau, hè. Dat is je plechtige communie opnieuw doen. Hè. Bedoel, dat is feest. Hè. Bedoel, je was er normaal niet bij geweest. Laat ons eerlijk zijn, ik ben erbij. Ik kan me amuseren. Kei toffe ploeg. Een grote dikke cadeau met een grote dikke strik rond. Dat klinkt heel dankbaar, moet ik zeggen. Dat is ook zo. Ja. Zeg, Maarten, Zo Mooi Zo Blond zit vol met Vlaamse klassiekers. Met welk nummer ga jij vanavond slapen? Bedoelde de Kama Sutra of van de nummer? Nee. Ja, ik zeg het, de Viva España is ongelooflijk. Alleen maar die ta-ta-da-da, en die zaal gaat helemaal mee. Maar ook al de rest. Zoals ik zei, onze jonge garde in deze stuk zijn stuk voor stuk kei goede zangers en zangeressen. Fijn. Top, allemaal. Maar de Viva España, ja, mannetjes. Ja, heerlijk hè. Maarten, ik moet het vragen, dit was jouw eerste musical. Gaat het ook de laatste worden? Als het van mijn zangtalent afhangt, misschien wel, maar van de goesting nee. Ze mogen jou nog bellen dus? Oh, absoluut. Als ze nog eens een zot zoeken die niet zo goed kan zingen, dan wil ik direct meedoen. Echt waar. Nee, ik vind het heel fijn. Dat meen ik oprecht. Absoluut.